Yo. Yo, tje, ja. Oh. Hoe zal ik deze video ooit een keer gaan beginnen? Zal ik krijg mijn tranen open. Ik ben wel zo blij dat jullie zien dat ik op de woning ben. Daar ben ik wel blij om. Alleen hebben we een probleem. Ik was vandaag echt boos geworden. Ja, dat ik ook. Ik was vandaag boos geworden op mijn werk. Wat ik verdrietig. Ja, het komt allemaal nog wel wat ik ga vertellen, maar. Ja, ik kom heel slecht tegen en. Ik heb zoveel aan mijn hoofd. En. Waarom er niet veel video's online komt, ja. Dat is voor mij ook heel moeilijk uit te leggen, maar. Ik ga het proberen uit te leggen. Ja, ik. Ja. En zo ik mijn vriend heb, want ik mis hem super erg. En mijn vriend was hier raar als hij het allemaal had. Maar ja, als hij hier in de buurt is, kon hij me gewoon troosten. Nu hebben wij ook veel aan zijn hoofd. En ja, ik ben ook super blij dat ik zo'n vriend heb en die me altijd wel helpt om niet boos te worden. Ik heb nog meer vrienden die mij hebben kunnen altijd. Maar ja. Hoezo? Ja, ik ga zelf geen zelfmoord tegen. Dat ben ik nog te jong voor. En ook om mijn oudere leeftijd ga ik het nooit doen. Ja, dan komt. Ja, ik moet ook tegen mij. Ja, dat komt. Omdat ik gewoon christelijk ben en geen zelfmoord gepleegd. Maar. Nooit het ergste bedenken als jullie het soms zelf denken, maar ik denk. Ja, ik denk gewoon even een time-out. En dat is een time-out om even te stoppen met vloggen. Sorry daarvoor. Ik was al een hele tijd geleden. Al gestopt van vloggen. En sinds een paar weken heb ik al niks geüpload. Toevallig kwam er deze 2 dagen nog wat vlog online. En voor de rest kwam eigenlijk geen vlog online. En ook omdat ik gewoon te veel aan mijn hoofd heb. Ja. Ik heb dus te veel aan mijn hoofd. Ik heb corona gehad. En daar denk ik nog aan. Het is corona. Mijn werk is moeilijk. En, ja, wat ik net vertelde, ik was super boos om werk. Voor het werk. Ja, en toen wou ik niet slaan, maar toen schopte ik. Bijna. En ik schelde mijn geleiding niet uit. Daar was ik niet blij mee. En ik heb het wel weer goed gemaakt, maar ik schrok me helemaal wat ik zei. En dat komt omdat toen in de coronatijd, net begon, of bij de mondkapsplicht begon, ja, toen hoefden we ook al geen mondkapje meer op. Toen hoefden we het al niet. Niet op de werkplaats ook, dat beloven we niet. En nu is het verplicht om. Ja, nu vanaf vandaag precies. Ook wanneer deze video online komt. Ik precies ook vandaag even gerekend. En die. Ja, de mondkapjesplicht is weer gekomen.
dan nam om mijn werkplaats op Potek. Potek middenin. Dus Jaco, in mijn begeleiding. En als je dit ooit een keer kijkt, zeg maar tegen de baas dat ik het niet meer leuk vind hoe hij ons behandelt als een coronapatiënt. Ja. Ik heb zoveel last van hem. Ja, en ik dacht, ja, hoezo zal ik dan een video nemen? En ja, ik moet gewoon even de video opnemen voor jullie. Om te vertellen wat er nou echt precies aan de hand is. Ja, en ja. Ik ga ook met mijn vriend app erover. Dat ik vrij boos was op het werk. Dat is in mijn werk. En dat ik er gewoon te veel aan mijn hoofd heb. En of hij wat vlogs wil maken en dat ik het op zijn kanaal kan zetten. Op mijn kanaal bedoel ik. Ik was hier voor heel geheel maar op die appje. Ik ga maar zo gelijk doen. Ja, ik heb gewoon echt veel aan mijn hoofd. Dus ja. Dus Joop, bedankt voor het kijken. En ik wil nu echt afsluiten. Dat was dan ook echt een video voor vandaag. En binnen 2-3 weken komt er wel weer een nieuwe video online. Misschien om verjaardag nog wel zeker een video. Maar de rest houdt het ook op. Ik ben ook nu meer actief op Instagram. Ja, dus dat vind ik echt jammer. Dat ik het niet meer kan doen. Maar ik heb gewoon te veel aan mijn hoofd. Te veel. Te veel aan mijn hoofd heb ik. En ja, sorry daarvoor. Dat ik ook de laatste tijd niet actief ben op Instagram en op social media, YouTube. Ik ga ervoor zorgen dat binnen 3 weken weer nieuwe lijpe content op mijn kanaal komt. Social media, echt alles. Ik ga nu ook mondkapjes drukken. En ja, hier de hele camera te kunnen met mijn telefoon. Dus ja. Dus het is wel even belangrijk om gewoon te doen. Ja. Ja, dus dat was het dan voor deze video van vandaag. Dus heel bedankt voor het kijken naar deze video. Maar vergeet hem zeker niet te abonneren op mijn kanaal. In de nodig mijn blauw duimpje omhoog. Doe een reactie. En wat ik kan zeggen. Later. En later. En dan de volgende video. En later ga. En ik zeg maar tot de volgende video. En dan maar over 3 weken, oké? Later.